Nou in 58 verhuisde ik voor werk naar Boord, want we werken in de fabriek bij Van Doorn. In het begin zet ik daar de wielen aan de DAF. Elke dag als ik die mooie auto zag, verdween van mijn gezicht die vrolijke lach. Want ik wou altijd zelf al een degelijke witte DAF. Op een dag kreeg ik in de assemblee zomaar ineens een prachtig idee. Ik nam in mijn broodrommel één klein onderdeeltje mee. Als ik betrapt zou worden, kreeg ik mijn ontslag. Maar ik dacht eens, komt die mooie dag dat ik ronddraai in mijn mooie kustendap. Ik nam één onderdeeltje mee per keer en het kostte mij geen centen meer. Als ik in mijn wagen door je straten rijd, geef ik nog eens wat extra gas en maak de mensen enthousiast. Want het is de enige wagen in zijn soort. Dus de volgende dag klopte ik in en met behulp van een broodtrommel en een vriendin verliet ik de zaak met een trommel vol met spul. En ik voelde mijzelf dan ook beslist geen dief. De fabriek miste die paar onderdeeltjes zeker niet. En ik was al die jaren een hardwerkende knul. De eerste dag een pomp voor de benzine en de volgende een buitenspiegel en een bobine. Toen de versnellingspook en daarna het stuur. Het kleine spul paste in mijn broodtrommel zoals boutenmoeren en andere rommel. Het grote spul in de kampeerde van een goede buur. Goed, mijn plan liep dus als verwacht toen wij gingen sleutelen op een nacht. En ik ontdekte dat er iets niet klopte aan mijn plan. Shit! De versnellingsbak was van een 33 en de motor bleek voor een 44. En de gaten voor de bouten zaten aan de verkeerde kant. Wat bedoelde? Dus boren wij gaten zodat het paste. En het louter gereedschap van de eerste klasse klonk de motor nog steeds als een Zwitserse klok. De koplampen waren een verhaal apart, want ze zaten beiden aan dezelfde kant. Bij het starten kreeg ik een enorme schok. De achterkant was ook wat vreemd. Hij liep scheef en het leek wel op een lelijke eend. Toen wij ontdekten dat hij niet eens open wou. Het was rond die tijd dat mijn vrouw eens kwam kijken. Ze had zo wat twijfels begonnen eens te zeiken. Maar ging zitten en vroeg zeg: zeg schat, wanneer gaan we nou? Dus reden we de stad uit met een grote steekvlam om te registreren bij de RDD in Veendam. Je kon onderweg het gelach en gejuich van veraf horen. Maar bij de RDW werd er niet meer gelachen. Het inschrijven kostte uren en uren wachten, want mijn type dap bleek nergens bij de horen. Ik nam een onderdeeltje mee per keer en het kostte mij geen centen meer. En je weet dat ik het ben als ik langs je rijd. De auto vormde mijn kroning en ik rijd daarin als een koning. Want er is maar één zo'n DAF en die is van mij. Hé, gek! Welk model is het? Ja, zal ik je zo vertellen. Super! Het is een DAF. 33, 44, 46, 55, 66. Variomatic automobiel. Het is een DAF. 33, 44, 46, 55, 66. Hey! Variomatic automobiel. Het is een DAF hotel. Variomatic DAF hotel. Variomatic DAF hotel. Variomatic. Nee, het is een DAF hotel.